Een hele goede dag. Welkom bij Overcoming Obstacles voor een nieuwe techniekvideo. Vandaag behandelen we de catcrawl. En dat is de meest efficiënte slash handige manier om je bovenlangs een horizontaal touw te verplaatsen. Check it out. Nou, er zijn twee situaties waarbij de catcrawl het meest gebruikt wordt in de survivalrun sport. De eerste situatie is waarbij je vanuit een apenhang over een balk heen moet. Dan draai je omhoog naar de catcrawl en ga je vervolgens over de balk heen. Nou, die techniek behandelen we in een ander filmpje. In dit filmpje hebben we het specifiek over de andere manier, namelijk dat je vanaf een balk op je buik in de catcrawl schuift en vervolgens misschien wel doorgaat in de apenhang of verder in de catcrawl. Nou, er zijn verschillende stappen om tot de catcrawl te komen. Allereerst, ga met je buik op de balk liggen en pak met twee handen het touw vast. Vervolgens breng je buik dicht bij het touw, schuif langzaam naar voren en hou je benen wijd. Dat zorgt voor extra balans op de balk. Schuif naar voren totdat je met je voeten achter de balk kunt haken en zorg ervoor dat het touw in het midden van je lijf blijft. Vervolgens leg je één voet op het touw en je andere voet laat je hangen richting de grond. En op deze manier lig je in de catcrawl op het touw. Vanuit hier kun je jezelf afzetten en verder klimmen. Of je kunt draaien naar de apenhang en op die manier verder klimmen. Nou, in dit voorbeeld laten we zien hoe je de catcrawl vanaf een nek pakt. Maar je kan natuurlijk ook de catcrawl toepassen na het maken van een swingover. Ook is de catcrawl een handige techniek om over een balk heen te glijden. Hey, vind je dit nou een tof filmpje? Gooi dan even een duimpje omhoog. Help je ons ook weer mee. En deel het met iemand van wie je denkt dat ze hier misschien wat aan hebben. En dan gaan wij lekker door met het maken van nieuwe filmpjes. En hopelijk worden we met z'n allen dan een stuk beter in deze sport. Nou, voor de catcrawl heb ik geen specifieke krachtoefeningen of variaties, maar ik heb wel een aantal tips. Het kan namelijk een beetje oncomfortabel zijn om bovenop dat touw te liggen. Een tip daarbij is om de druk van het touw over je hele lichaam te verdelen en om duidelijk één lies te kiezen waar je touw in legt. En dat is meestal de kant waar je je voet bovenop het touw hebt. Een andere tip is, op het moment dat het touw een klein beetje schuin naar beneden loopt, kun je de zwaartekracht gebruiken om jezelf snel te verplaatsen. Nou, mocht het touw nou nog steiler naar beneden lopen, dan kan het verstandig zijn om niet te kiezen voor de catcrawl, maar om juist een andere techniek toe te passen, zoals de koprol over de balk en vervolgens te draaien naar de apenhang. Hierover maken we later nog een filmpje. En nog een laatste tip voor jullie. Als je nou verderop weer over een balk moet, kan het verstandig zijn om niet te draaien naar de apenhang, want vervolgens moet je er weer op klimmen, maar om juist in de catcrawl te blijven. Nou, dat was de techniekvideo van de catcrawl, kort maar krachtig. Zoals ik al zei, in een volgend filmpje gaan we de variatie doornemen waarbij je vanuit de apenhang op de catcrawl draait en dan over een balk gaat. Voor nu wens ik jullie heel veel succes en plezier met het oefenen. En ik zie jullie in het volgende filmpje. Later!